jongens. Wedstrijd gewist. Rikkelijk. Kijk links, kijk links. Menno. Dit is niet normaal. Dat is waar, hè? Maar jij rent alsof je 6 benen hebt. Ja. Het is echt lijpe shit, ouwe, dit. Weet je, het vraagt veel van je armen. En je hebt maar 1 been waar je alles mee doet, dus het is best wel zwaar. Het vraagt heel veel conditie. Maar het is zeg maar, voetballen aan zich is gewoon een sport. Jij hebt zeg maar 1 been en je hebt ook nog skrukken. Ja. En je moet een bal trappen met 1 been. Het is echt, ja, het is echt sick, jongen. Dit. Ja. En hoe lang mis je al dat been? 16 jaar. En hoe is dat zo gekomen? Ik heb botkanker gehad. Oh ja? Ja, ik had in 2005 werd ik ziek. En in een duur van 10 dagen kon ik niet meer lopen. En nou, ging ze verder onderzoeken. Ik woon op Curaçao. Dus toen hadden ze een biopsie gedaan. Dat is een stuk waar eigenlijk de ziekte zat. Halen ze een stuk vlees eraf en gaan ze samineren. En daaruit heeft Nederlands gezien dat ik botkanker had. En dat ik met spoed naar Nederland moet komen. Want hoe ver had je het al? Nou, het was al heel ver, want als ik een week later was, dan had ik het niet gehaald. Dan was gewoon überhaupt je hele leven gestopt? Ja. Wow, wat sick. Ja. En wat hebben ze toen in het ziekenhuis gedaan? Toen hebben ze gewoon je hele been eraf gechapt? Nou, toen moest ik naar Nederland. Gelijk opgenomen in het ziekenhuis in LMC Leiden. En daar begonnen ze allemaal chemotherapie, allemaal testen te doen. En tijdens de operatie zagen ze dat in de onderbeen nog cellen waren die niet dood waren gegaan. Dus toen zijn ze naar mijn moeder gegaan en zegt tegen mijn moeder, we kunnen de been redden, maar dan is de kans dat de kanker ook over mijn hele lichaam gaat. Of we moeten de been amputeren en dan ben ik eigenlijk kankervrij. En mijn moeder zegt, beter mijn kind in leven dan dood. Dus toen hebben ze het geamputeerd. En hoe ging toen die periode daarna? Daarna kreeg ik weer chemo om alles eigenlijk schoon te maken. En nou, ze hadden toevallig een zwembad in het ziekenhuis. Het is de eerste wat ik ging proberen op 1 been. En, ja, en dat lukt. Ja? Ja. Weet je, ook van die minder periode heb ik ook heel veel mooie dingen gedaan. Ik heb met een groep van het ziekenhuis 3 keer geski in Oostenrijk. De eerste keer op de sneeuw en zo. Dus ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt die toch, weet je, dat je het sneller accepteert. Van, het is zo en weet je, alles wat ik doe, moet mijn been gewoon meedoen. Ja, want ik voel wel een soort van overkoepelend themaatje, zeg maar. Dat je bent gelijk gaan zwemmen. Je bent gaan skiën op 1 been en hier sta je te voetballen op 1 been. Ja, en ik doe ook atletiek daarnaast. Kijk, waarom ook niet? En wanneer ben je dan begonnen met voetbal? Ik ben in 2014 begonnen met voetbal. En dat komt doordat ik geski heb. En een teamgenoot van ski zag ik in de krant dat ze hebben gespeeld tegen Duitsland. En ik zag hem spelen op krukken. Ik dacht, voetbal op krukken. Dus toen heb ik hem contacten via Facebook. Hij zegt, weet je, we trainen in Utrecht, je mag een keertje komen kijken. Nou, kijken was het niet, het was gelijk meedoen. Ja, het was gelijk meedoen en die coach had me gelijk gevraagd, weet je, die week erop hebben we een wedstrijd in België, zou je mee willen? Nou, sindsdien ben ik in de club gebleven. Maar wat het ziet er zeg maar, als jij het doet, ziet het er echt heel makkelijk uit. Maar wat zijn de dingen waar jij dus tegenaan loopt nog? Van wat... Weet je, in het begin was het altijd van, ik was altijd Rex. Ik speel altijd normaal voetbal met Rex. Dus ja, ik was altijd spit geweest, ik ben keeper geweest. Altijd met Rex. En nu, je moet met links en nog met krukken. Dus in het begin was het echt heel zwaar. Hoe ga ik dit doen? Moet ik meer op krukken gaan lopen? Omdat ik eigenlijk 24/7 met prothese loop. Oh, ja. En je armspieren moet je gaan opbouwen. Ja. En nog steeds ben ik niet de snelste. Nog steeds ben ik niet de echt wat ik wil zijn. Dus ja. Iedere dag leer je meer. Waardeloos, jongen. Wat ik er graag is raam. Ik heb 0,0 gedronken expres voor vandaag. Nou, ik weet het niet, maar weet ik wat jij gaat doen? Ga je maar even 3 rondjes. Ja, maar dan doe ik het even zonder tapeje, goed? Ik kan me niet schelen. Ik ga het even 3 rondjes doen. Ga ik even doen. Wow. Wat een kutzondag. Oké.
strafhondje. Daar ga ik. Goed. Deze kant op! Lekkere potje, hè? Ik hou het leuk, ja. Kijk eens! Hey. Goedmakertje, oké? Okay. Yes. Kijk eens. Als die. Lottie. Proost, jongen. Proost! Proost, hè? Santé. Proost. Zo, mag ik even leunen op je been? Ja, gebruik hem. Misbruik hem. Maar nu zie ik hier een club met iedereen die wel iets mist. Maar wat is nou hetgeen waar jullie nu nog tegenaan lopen dan? De spelers. Te weinig spelers, ja. Ik denk dat de drempel voor velen ook wel wat lastig is. Hoezo? Als je met ons ineens mee gaat doen, als je net een amputatie hebt of iets dergelijks. Ja, dan zie je ons het veld overvliegen en dan zelf loop je nog een beetje te stuntelen. Dan is dat misschien ook voor de volgende keer dat je denkt van ja, hè, kan ik dit wel? Want dat is toch vaak de onzekerheid als iemand een amputatie hebt meegemaakt, denk ik. Ja, je moet jezelf ook bloot weer durven geven. Ja. Want sommige mensen die kunnen echt verbergen door een lange broek te dragen van dan zie je niet dat ik een been mis. Ja. Ja, en hier moet je ineens op het veld toch weer je been afdoen en jezelf kwetsbaar opstellen. Dus. Maar ja, je bent eigenlijk natuurlijk zo blij dat je hem hebt en dat je hem niet af hoeft te doen. En dan sta je hier te voetballen en dan moet je hem inderdaad gewoon wegdoen. Ja. Hoe was dat voor jou? Nou, voor mij heel makkelijk. Ik ben altijd, als het een beetje warm is, ben ik de eerste met een korte broek. Dus ik vind het heel mooi. Ik heb liever altijd korte broek aan. En ik had nooit moeite mee eigenlijk om bloot te stellen. En gelijk na mijn operatie terug naar Curaçao ging naar school met korte broek en zo. En iedereen kijkt, nou, robotbeen en zo. En dan ga je ze uitleggen. En heel vaak komen kinderen naar je toe en vragen, hé, wat is gebeurd? En dan lek je ze uit en dat is gewoon heel mooi. Je ziet wel dat de maatschappij ook echt veranderd is. Dat zij steeds meer accepteren, hè? Dat het niet meer erg is om anders te zijn. Maar 20 jaar terug had ik echt wel moeite om mezelf bloot te geven en zonder een... lange broek naar buiten te gaan. Ik liep eigenlijk altijd in een lange broek. Ook al was het 30 graden, altijd een lange broek. Ja, maar ik snap inderdaad ook wel, want ik heb dan 2 benen en ik deed mee en ik voelde me echt de grootste debiel ooit, zeg maar, vandaag op het veld. Dus ik snap ook wel dat het heel eng is om mee te doen met jullie. Zeg maar, hoe kan je die drempel iets verlagen? Ja, gewoon doen. Meedoen. Gewoon zorgen dat je erbij bent. Zorgen dat je je benen op doet en dat je gewoon ervaart hoe het is. De sfeer is gewoon lekker, weet je. Op het veld spelen we tegen elkaar. Zijn we niet vrienden, maar spelen we samen, zijn we vrienden. En in de kleedkamer is iedereen vrienden. En dat is gewoon fijn. Ja. Ja, iedereen steunt elkaar. Ja, dat voel je ook echt. Ja. Ja. Goedemorgen, papje. Mwah. Heb je lekker geslapen? Ja? Oeh, licht, ja. Yep. Even voor papa. Kom. Zo. Francis, voor jullie alle 2 tonijn? Ja hoor. Ja? Oké. Okay. Sinaasappelsap? Nee hoor. Deze? Nee, dat is alcohol. Is dit drank? Ja. Echt? Ja, dat is Ponche Crema. Het is iets Antilliaans. Lekker. Ja, dat is nog wel een beetje vroeg voor, hè? Ja. Laten we gewoon beginnen met een sapje. Oh, lekker. Hier. Dank je. Kijk eens. Ik hoorde al zo, de heet het boven zo, toem, toem, toem. Toen dacht ik, ben je nou zo lang van de trap af aan het gaan? Maar je huppelt natuurlijk dan gewoon alles. Ik huppelt vanaf bed naar de trap af. Oh ja. Ja. Doe je dat gewoon altijd thuis? Ja. Alles huppelen? Ja. Oh, maar vind je dat niet doodeng van de trap met haar? Nee, ja, je bent gewend natuurlijk. Ik ben het gewend. Kijk, in het begin was het wel van, hé, hoe ga je dat doen, hoe ga je dat doen? En toen deed ik het eerst met de draagzak. Maar daarna raak ik gewoon gewend. Ik sta gewoon met haar onder de douche ook soms in de armen. En doe ik van alles. Ik heb heel veel evenwicht. Ja. En zijn er dan nog dingen in huis die wel lastig zijn? Nee, eigenlijk probeer ik van alles. Met 1 been te doen. Dus je bent het zo gewend. Want kijk, als je iets hebt, dan moet je ermee dealen. En
zo vermaakt me, ga ik met haar dit doen, dat doen. Maar je bent nu weer single. Ben je ook alweer aan het daten? Nee, ik ben niet aan het daten. Ik vind het prima zo. En nou, ik heb gewoon focus op mijn dochtertje. En als wat op mijn pad komt die mij bevalt, zeg ik nooit dat het nee gaat zeggen, maar kan altijd. Stel, je gaat nu straks dan wel weer daten. Is dat dan een ding voor je, je been? Nee, eigenlijk niet. Want weet je, iemand kijkt niet alleen naar uiterlijk, die kijkt ook innerlijk. En als je zelf naar uiterlijk kijkt, ik ben iemand, ik ben vanaf dag 1 eerlijk over mijn been. Ja. Vertel ik mijn situatie, wat is gebeurd. En het is aan diegene als je het accepteert of niet. Want kijk, ik kan me voorstellen dat weet je, je loopt iets anders dan de anderen. Maar dat maakt je niet minder dan de anderen. Nee. En het is dus wel, als je dan, stel je ligt bijvoorbeeld tussen de lakens en je bent intiem met elkaar, dan doe je hem wel af. Soms wel, soms niet. Kijk, het is wel een hele zware been. Dus soms heb je dingen dat je zegt, hey, ik wil proberen met mijn been aan. Ja. En sommige dingen zeg je, hey, hup, aan de kant, want... Gooi je hem weg. Ja, want dan heb je, ik heb genoeg evenwicht, voetbal ook op één been, dus dan kan ik meer ook op één been. Wow, maar dan kan je dus gewoon op één been, kan je gewoon de holse been. Ja. Wauw. Dat is wel echt leuk. Wauw, ja, wat knap dat papa dat kan. Ze vindt het ook heel knap. Ja, zeker. Wat een heel raar gesprek nu. Bijna. Hier, kijk, probeer weer. Maar vanaf de zijkant ziet dit er wel heel vreemd uit. Bewegen. Hey, want als we nou even over de toekomst nadenken. Ja. Wat zijn dingen die nog echt heel erg op je bucketlist staan om te bereiken? Mijn eigen verzorgingshuis hebben. Je hele eigen verzorgingshuis? Ja. En waarom? Nou, omdat ik zit in de zorg en ik vind de zorg heel mooi. En ik vind dat heel mooi om aan anderen te kunnen bieden. Maar jij bent ook super ambitieus. Zeg maar, waar komt al die daadkracht vandaan? Kijk, ik kan in een hoek gaan zitten. Maar als ik in een hoek ga zitten, niemand ziet mij. Ja. Iedereen loopt voorbij en ik zit daar. En zo maak je jezelf kapot. En ik ben wel van, nee, doe mee. Doe met alles mee. Ga met iedereen, weet je, vermaak jezelf. Ga uit. Ga dit doen, ga dat doen. Laat mensen zien, hé, je bent er. Je hebt één ding, maar je zit niet stil. Heeft je been je ook gemaakt tot wie je nu bent? Ja, zeker. Ik ben iemand, maakt mij niet uit hoe mensen naar mij kijken, maar het is belangrijk voor mij hoe ik naar mezelf kijk. En dat geeft mij iedere dag de kracht om door te gaan. Hey, je bent trots op jezelf, je doet heel veel dingen om jezelf trots te maken. En blijf jezelf maar trots maken, blijf maar doorgaan. Never give up. Nee. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Je zal het maar hebben.